Mania movies. Godverdomme. Wow, loodgieter. Super dat jullie zo snel kunnen komen. Jij had gebeld en ik ben hier nu om jouw huis opnieuw geweldig te maken. Donald Trump. Je mag ook president Trump zeggen. Nou, hey, kom binnen. Dan kan je helpen met het lek. En dat is fout. Wat? Je moet nooit zomaar mensen binnenlaten. Daardoor is ons land na de knoppen gegaan. Nee, het is... Weet je wat? Ik laat mezelf wel binnen. Voordat ik ook maar iets kan doen in dit lelijke huis, moet ik eerst je stem hebben, anders gooi ik die vaas kapot. Wat? Nee, dat is de urn van mijn moeder, die kan je niet kapot gooien. Dit gaat om internationaal belang. Niet om jouw saaie moeder die overleden is en nu in de urn zit. Als ik dat wil horen, kijk ik wel het familiediner. Oké. Het gaat niet alleen over Amerika, het gaat ook over Brussel, de Eiffeltoren en de gehele Franse bevolking. Wist je dat Brussel losstaat van de Franse bevolking? Brussel ligt in Parijs, dat weet iedereen. Nee, Brussel is de hoofdstad van België. Fout. België is een provincie van Nederland. En Brussel ligt in Parijs, oké? Waar ligt Parijs dan? Parijs is de hoofdstad van Disneyland. Disneyland, Parijs. Disneyland is geen land. Waarom heet het dan land? Net als Duitsland, Nederland, Engeland. Overal waar je kijkt zijn alleen maar buitenlanders. We hadden het niet eens over buitenland. Het is inderdaad zo dat Hillary Clinton ISIS heeft gemaakt. Het is inmiddels al zo erg dat ze in landen als Legoland geen eens Amerikaans praten. Amerikaans is geen taal. Oh ja, wat spreek ik dan? Nu spreek je Nederlands, maar normaal spreek je Engels van Engeland. Fout! Wij, de Amerikanen, zoeken het beste op de wereld. We pakken dat en doen alsof het van ons is. Ook met de taal Amerikaans. Volgens mij zie jij jezelf echt als God. Alweer compleet fout. God mag hopen dat hij bij mij in de buurt komt. Ik zou een grote muur bouwen om de hemel, zodat er geen enkele Mexicaan meer binnenkomt. Je houdt geen Mexicanen buiten door middel van een muur. Kijk naar China. Zij hebben een muur en er is daar geen Mexicaan te bekennen. Omdat het China is, daar zijn geen Mexicanen. Geef één man een boterham voor een dag en hij kan eten voor een dag. Stuur één man het land uit, je bespaart de boterham en je hoeft al het nazaad van hem niet te voeren. Ideaal. Je kwam hier om mij te helpen met het lek. Dat klopt. Dat lek van jou is makkelijk op te lossen. Dit is waarschijnlijk het lek van de Russen als ik goed kijk. Aha, je plafond is allemaal e-mails aan het lekken van Hillary Clinton. Wacht, de Russen, Hillary Clinton... Ik zeg je, laat de emmer een paar dagen staan. Dan komt Julian Assange van WikiLeaks hem vanzelf ophalen. Dus ik kan aankomende dinsdag op jouw stem rekenen? Nee, natuurlijk niet. Ik ga nooit op jouw stem. Zelfs op de laatste dag van... Wat? De urn van mijn moeder? Je hebt de urn van mijn moeder kapot gegooid. Dat daar had ik je toch beloofd. Donald Trump houdt zich altijd aan zijn woord. Tenzij het hem niet bevalt. Like en abonneer. Heb jij nou gelachen om deze video? Geef dan een dikke like hier beneden op het duimpje omhoog te drukken. En abonneer ook vooral hier beneden op het knopje abonneren te drukken. Het is gratis dus. Waar wacht je nog op? Abonneer hier beneden en like hier beneden. Laat me ook weten in de reacties hier beneden wie jij denkt dat morgen de Amerikaanse verkiezingen gaat winnen. Ik ben heel erg benieuwd. En laten we zeggen dat ik bij 5000 likes hier beneden vrijdag alweer een extra Banje Movie upload. Dus like en abonneer hier beneden. En stuur deze video ook door naar al je vrienden, want hè, Donald Trump, altijd lachen. Ik zie jullie misschien vrijdag met 5000 likes. Later!